Je studententijd begint hier. Radio uit. Ja, en jullie zijn bij ons in de show weer aan het luisteren naar mijzelf en Michiel. We mogen jullie nog een half uurtje vermaken, maar dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Want Michiel... We hebben hier naast ons Daisy Veenstra. Ja, dat is toch wel heel erg leuk. En je zou Daisy kunnen kennen van TikTok, als je dat hebt. Want Daisy is psycholoog die ook TikToks maakt en rapt ook, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Zijn er dingen die je niet doet, Daisy? Heel veel eigenlijk, maar daar gaan we het gewoon niet over hebben. Oké, dan doen we dat niet. Hey, en ik zag staan, je hebt 94.000 volgers op TikTok, 1 miljoen likes. En je hebt heel veel video's die worden heel veel bekeken. Hoe vaak is de meeste bekeken video bekeken? Nou, bijna een miljoen, maar ik ben er net niet. Bijna een miljoen. Maar het gaat me meer om wat de reacties zijn die je erop terugkrijgt en wat het teweeg brengt. Het is nog veel mooier. Oké, want waar gaan de TikToks over? Je zegt al, ik ben psycholoog en ik combineer eigenlijk... En dat probeer ik eigenlijk zo over te brengen naar jongeren om ze ook echt gehoord te laten voelen, te helpen. En dat werkt. Het werkt via muziek. Ja, oké. En hoe is dat ontstaan? Als experiment, eigenlijk als grapje. Ik had nog nooit eerder gerapt en ik dacht, ik plaats een keer iets op TikTok. En je hebt nog nooit eerder gerapt? Nee, dit was in september dat ik dat deed. Dus nog geen jaar geleden. En die video ging helemaal viral. En toen dacht ik, wat is dit nou? Mensen vinden het leuk. Dat uit het niets dan? Want dat heb je dan toch ergens wel je best voor moeten doen, denk ik. Hoe gaat zoiets viral? Is dat overkomt dat je? Of? Ja, dat overkomt je. Ja. Nee, op TikTok sowieso hoor. Sommige dingen die pakken ineens het algoritme en dan ben je er. Maar ik ben altijd wel muzikaal geweest. Ik heb altijd piano gespeeld. Ik maakte ook wel liedjes. Ik zong veel. Ik vind ook de combinatie tussen zingen en rap heel erg leuk. Hoe oud ben je deze jaar? 25. 25? 25, oké. Okay. Ja. Wow. En je hebt nu al een miljoen volgers op... een miljoen likes op TikTok, zag ik. Ja. Ja. Dus het slaat wel aan. Ja, het slaat ontzettend aan. Het is gewoon heel erg leuk om te zien wat het met jonge mensen doet. En, is dat misschien ook wel de kracht? Dat jij zelf ook nog niet zo jong bent. Dat daarom jouw doelgroep ook zich gehoord voelt bij jou. Ja, dat denk ik wel. Ik kan me heel goed identificeren met jonge mensen natuurlijk. Ja, dus dat helpt. Ja. En neem ons dus even mee, want je hebt het afgelopen jaar ben je dus begonnen met die TikToks. Ja. En ik zag al, je bent al bij de vooravond zelfs geweest op NPO 1. Je bent bij de Telegraaf geweest, zag ik. Ja. Kun jij daar iets over vertellen? Ja, de vooravond was ook zoiets. Ik had het hele TikTok-verhaal, dat werd een beetje een chaotisch ding wat steeds meer en meer aandacht kreeg. Toen heb ik daar uiteindelijk maar voor besloten, dan start ik mijn eigen bedrijf. Dan kan ik ook echt raps maken op aanvraag voor mensen. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik een rap gemaakt over jongeren in coronatijd. Dat was eigenlijk aan de hand van een reporter die mij vroeg van... waarom doe je eigenlijk niks met die jongeren op dit moment in coronatijd? Toen dacht ik, ik spreek dagelijks jongeren via Instagram. Help ik ze? Vertellen ze mij hun verhaal? Geef ik tips? Wat dan ook. Vanuit de psychologie. Ja, waarom bind ik die verhalen samen eigenlijk niet samen in een nummer? Dus dat heb ik gedaan. Okay. En die paar raps gingen echt helemaal naar de tent uit. Ja. En dat vond de vooravond ook heel erg interessant. Want je kunt natuurlijk jongeren aan tafel hebben met hun verhaal. Wat super tof is. Van vertel, hoe gaat het met je? Niet goed. Oké, hoe komt dat? Maar muziek doet toch ook nog iets extra's of zo. Op het moment dat er muziek achter zit, dan komt het anders binnen. Dus dat was een hele leuke aanvulling. Oké, wat leuk hè. Ja. En je zegt, er komt anders binnen. Op wat voor manier komt dat dan binnen? Wat voor reacties krijg je zoal? Nou, muziek werkt op een speciale manier op je brein. Anders dan nog weer alleen de woorden. Je kunt ook heel erg blij worden van alleen hele positieve muziek zonder tekst. En dat komt omdat het gewoon op een andere plek in je brein binnenkomt. En dat is heel erg tof. Ja. Dus als je dat kunt combineren, dan raak je ook sneller iets. En dan kun je echt, dan kom je door een soort barrière heen. Van je denkt, shit, ik wist niet dat ik me zo voelde, maar dit is het. Ja, ja. Oh, dus het is ook echt wel op de wetenschap gebaseerd dus eigenlijk. Nou ja, muziek, dat is wel bekend dat muziek echt je stemming heel erg kan beïnvloeden, absoluut. Ja. Ja, ja, maar, ja nee, want ik ken ook iemand die doet inderdaad met muziek. Ja, die is dan ook muziekpsycholoog, therapeut. Muziektherapeut kan dat? Ja, zeker. Nou ja, en die doet inderdaad precies wat jij zegt met muziek eigenlijk. En dat is dan zonder zang misschien ook vaak, maar ook helpen. En dat schijnt inderdaad wel maar heel erg aan te slaan. Maar dat is nog niet zo heel bekend volgens mij. Het moet ook bij je passen. Maar ik kan me zo indenken dat als je s'avonds een keer op je kamer zit en je voelt je slecht of juist heel blij, dan zoek je daar passende muziek bij. Ja. En dan kan dat heel erg in je stemming helpen om juist dingen los te laten of om juist helemaal hype te worden. Dus dat is wat je doet. Dat is wat je zelf al opzoekt. En met zo'n therapie ga je dat eigenlijk ondersteunen en nog weer extra inzetten als hulpmiddel. Ja. En
Hoe belangrijk is het, denk je, dat er aandacht is voor de thema's waar jij over rapt? Nou, ontzettend belangrijk. Zeker als ik hoor wat het dan met mensen doet, dan denk ik, ja, hier doe ik het voor. Ja. Ik ben super dankbaar dat het zo goed ontvangen wordt. Ik heb daar wel echt iets in gevonden van, wauw, dit is eigenlijk iets wat nog niet zoveel gedaan wordt. Ja. En waar ik in kan springen als hulpmiddel om te helpen. Dus ja. Ja, precies. Want dit is ook eigenlijk een beetje een nieuwe manier dus van de psycholoog bedrijven, begrijp ik eigenlijk. Want heb je ook nog, hoe ziet jouw dag er normaal gesproken uit? Ben je ook nog gewoon echt wat er een reguliere psycholoog doet aan het doen? Of, hoe ziet dat eruit? Ik ben geen klinisch psycholoog, dus ik doe geen lange behandeltrajecten met iemand die bijvoorbeeld depressief is. Wat ik wel doe is coachen. En ik coach dan heel erg vanuit de positieve psychologie. Dus vanuit je kracht, hoe kan ik je helpen? En ik werk op dit moment nog in het ziekenhuis van Groningen. En daar begeleid ik geneeskundestudenten 1-op-1 tijdens hun studie en hun master. En daarnaast train ik ook in gespreksvaardigheden bij het ziekenhuis van Groningen. Daar stop ik mee per 1 januari, want het bedrijf loopt zo goed dat ik helemaal over kan op mijn eigen business. Oké, dat is goed. Ja, dat is wel gaaf. Maar dan moeten wij wel nog meer op onze woorden gaan letten, Michiel. Als wij nu struikelen, dan krijgen wij... Nee, het is hartstikke goed. Is het leuk om iets, eigenlijk om toch even een geluid bij het beeld wat nu geschept is te geven? Om even iets te horen wat op jouw Instagram staat. Ja. Sowieso, jouw Instagram-naam is eigenlijk denk ik nog heel authentiek, hè? Van wat het vroeger was. Of heb ik dat verkeerd? Ja, dat klopt. En toen heb ik mijn TikTok ook zo aangemaakt. Nooit gedacht dat ik viral zou gaan natuurlijk. Want, hoe kunnen mensen jou vinden? Ja, op Daiz95 en dan Daiz95. Ja, hij is wel mooi. Maar ik vond jou zelf ook al toen ik bijvoorbeeld gewoon Daisy Veenstra intikte. Mm-hmm. Dus dat op zich is dat ook nog wel misschien makkelijker of voor... Ja. Ja, voor degene, als je luistert en je wil dat graag haar volgen, dan... Google. Dus, Google. Je komt al best wel snel naar uit. Mm-hmm. Maar ik ga even een kleine sfeerimpressie geven. Dit is onder andere wat jij bijvoorbeeld maakt. Gevraagd, wat wil je van me weten? Wil je nou een rapper worden of een psycholoog? Het gedicht en niet je toekomst in de weg, dat is spoken word. Sorry dat ik het zeg. Ik ben een psycholoog, maar muziek is ook een droom die daar het mooiste mee creëert. Dus je ze beide combineert. Voorgemaakte paden laten zien waar je naartoe loopt. Maar soms moet je durven exploreren als je ergens op hoopt. Nu coach ik mensen met muziek, bereik ik echt een groot publiek. Dat is wel gaaf, dat klinkt goed hoor. Ja, ja, dus... Daar zit wel wat werk in, denk ik, ook in één zo'n filmpje. Of... Nou, ligt er heel erg aan. Heel veel teksten zijn in 5 minuten op papier. Dus dat is leuk. En dat zijn vaak de meest authentieke teksten eigenlijk. Ja. Als ik er te lang aan moet knutselen, dan heb ik al heel snel het gevoel dat er iets niet klopt. Dan wordt het misschien te gefabriceerd of zo, toch? Want hoe ga je dan te werk? Als je plaatst best wel veel berichten, zie ik. Ik heb meestal een bepaald gevoel. Dat gevoel koppel ik aan een onderwerp. En daar begin ik dan over te schrijven. Het liefst heb ik dan ook alvast een beat erbij. Ik werk samen met een producer die wel vaak nummers voor mij ook ter beschikking stelt die ik kan gebruiken. Ja. Dus dat is heel erg fijn, hoef ik niet alles in te kopen. En dan is het sowieso copyright free. Ja. Dan luister ik die beat. Ik heb een bepaald gevoel, ik heb een bepaald thema in mijn hoofd. Dan ga ik gewoon schrijven. En ik weet niet hoe, maar meestal komt het precies uit op 1 minuut. Okay. En dat is dus wat je ook maximaal hebt op TikTok, 59 seconden. Hm. Inmiddels mag je ook langere video's maken, maar de meeste teksten zitten binnen die minuut. Ja, precies, want dan kijken waarschijnlijk ook meer mensen als het wat korter is. Of... Ja, als ik zelf een video van 3 minuten moet gaan kijken, dan haak ik zelf ook af. Ja. Vind ik te lang. Ja. En je gaat straks ook nog een stukje live voor ons performen. Klopt. Heb je ondertussen nog een verzoeknummertje waar wij... Mijn grootste idool ever... internationaal is Pink. Dus vandaar. Hustle heb ik aangevraagd. Maar hoezo Pink dan eigenlijk? Ja, ze is gewoon een powervrouw. Dat is echt in hart en nieren. En ik heb in mijn puberteit ook gewoon zoveel aan haar gehad. Dat ik echt dacht van so what? I am a rockstar. En ik was natuurlijk geen rockstar, maar dat vond ik fantastisch. Nee, maar ik snap je wel heel goed. Dus dat is helemaal niet erg. Ik heb voor je klaarstaan. Pink met Hustle. Studio Daisy Veenstra. Ja, en we waren net al eventjes begonnen over jouw TikToks en over je raps en zo. Maar we waren eigenlijk nog wel benieuwd, hoe zag jouw eigen studententijd eruit? Ja, heel erg leuk. Ik kom zelf uit Groningen. Daar heb ik ook gestudeerd. Ja. En daar heet het de Keiweek, de introductieweek. Ook bekend, chaos natuurlijk. Ja. Eigenlijk de uit van Groningen. Ja. Ja. Ik kan je alleen heel veel vertellen over maandag. En dan tot een bepaald tijdstip. En daarna weet ik niet zoveel meer. Is het en, een,
Daarna is het een zwart gat. Een soort zwart gat. Ik ben wel thuisgekomen, dus dat is fijn. Ja, nou, gelukkig. Oké. Hey, en want wat heb je gestudeerd? Psychologie heb ik gestudeerd. Dus je hebt echt ervoor. Ja, precies. Ja, klopt. Ik had in het begin niet een hele erge, heftige studententijd. Ik woonde samen met mijn toenmalige vriend. Ja. Dus dat was al heel erg huisje, boompje, beestje. We hadden twee katten. Een beetje vroeg aan het volwassen leven begonnen en daarna gedacht, ja shit. Hoe oud was je toen dan? Nou, ik was 14 toen ik die relatie kreeg. Dus dat is heel erg vroeg natuurlijk. Ja. Maar toen helemaal content mee hoor. En ergens heeft het me ook wel beschermd, denk ik. En dat ik niet zoveel studievertraging heb opgelopen. Nee, precies. Want dan heb je niet zoveel feestjes waar je misschien zin in hebt of naartoe gaat. Nee, dat is natuurlijk ook zo inderdaad. Ja. En je hebt in Groningen gestudeerd. Waarom Groningen en niet Utrecht? Ik woonde eigenlijk al vrij dicht bij Groningen. Dus het was een dik half uur rijden met de auto vanaf waar ik woonde naar waar ik dan ging studeren. Dus dat was eigenlijk gewoon heel praktisch. En mijn toenmalige vriend had daar ook een baan. Dus het was eigenlijk niet echt een keuze meer. Dus het lag niet per se aan Groningen? Ik ben wel heel blij met die keuze. Ja. Maar ik denk dat Utrecht ook heel erg tof was geweest. Ja. Hier hebben ze ook de studie psychologie. En wil jij nog iets meegeven aan de uitlopers voor je straks live jouw nummer gaat performen? Iets over het nummer dan? Of meer voor de uitlopers? Allebei denk ik. Mag allebei. Ja, ik wilde graag een tweede vraag inderdaad. Ja. Wat je zelf zei. Maar laten we Michiels vraag eerst doen. Ja. Nou ja, geniet enorm van je studententijd en haal er alles uit. Zorg ervoor dat je hebt zo onwijs veel dingen die je kunt doen. Je kunt onwijs helemaal verzuipen, letterlijk en figuurlijk, in je studentenleven. Maar je hebt natuurlijk ook nog een studie. Combineren kun je leren, doe dat. Maar vooral geniet, want dit is een hele mooie tijd in je leven. Oké, mooi. Ja, dankjewel. En dan nu over je nummer. Wat gaan we horen? Ja, het is wel een beetje serieus in deze stemming, want het is natuurlijk hier supergezellig. Dit is een ego feest natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het is eigenlijk een nummer dat is samengevoegd vanuit twee raps over jonge mensen in de coronatijd en wat het met ze deed. Ja. Ik denk dat veel dingen ook herkenbaar zullen zijn. En het was eigenlijk in het begin toen ik het schreef ook een beetje een oproep aan Rutte met hallo, denk ook even om alle jonge mensen hier. Ja. Die hebben het zwaar. Logisch. Ja. Ja. Letterlijk de stem van de jeugd eigenlijk. Ja. Wat goed. En hoe heet het nummer? Wat doen we nu? Wat doen we nu? Oké, nou dan gaan we even zorgen dat we jou kunnen installeren. Ik denk dat het gewoon het makkelijkst is om hem in te starten. Ik ga Michiels microfoon en de mijne even uitzetten. Ja. En dan hoop ik dat jij je iets minder galm hoort. Ik ga ook de speaker hier in de zaal wat zachter zetten. Want die pakt ook wat. Ja, die geeft ons wat meer achtergrondgeluid. En voor de rest laat ik het helemaal aan jou, Daisy. Spannend. Alright, helemaal goed. Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Het voelt in alles zo alleen, zo alleen. Ze is 16 jaar. 5 minuten voor haar les begint, pakt ze nog snel wat kleding die ze in een hoekje vindt. Haar laptop klapt. Mensen uit haar klas die misschien haar vrienden zijn, maar voelt niet zo nu achter glas. Weer 5 minuten later ment haar start met zijn verhaal. Maar alles wat gezegd wordt boeit haar niks nu allemaal. Ze is online aanwezig, maar haar gedachten zijn er niet. Zodra haar scherm dichtklapt, is er niemand die haar ziet. Eenzaam is wat ze voelt van binnenuit. Emoties blijven aan haar vreten, maar die mogen er niet uit. Blijf thuis is wat de nieuwste pers geadviseerd en dat doet pijn. Ziet dan niemand dat ze het probeert. Om altijd positief te zijn, te letten om haar heen. En afstand te bewaren, maar dat is nou het probleem. De connectie mist de spanning, de leuke dingen doen. Ze is aan het overleven om aan normen te voldoen. De story van dit meisje is herkenbaar voor zoveel. Een pandemie van eenzaamheid is waar het heen gaat als geheel. Laten we samen kijken naar de bijzaak van de pandemie. En dat nu zien als hoofdzaak. Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zometeen? Wie let op mij? Wie maakt het uit? Wie luistert nog naar mijn geluid? Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zometeen? Het voelt in alles zo alleen, zo alleen. En hij is 14 jaar, vond eerst de lockdown fijn. Had gezegd dat het wel chill was, mocht het langer zijn. Want met school online staat Call of Duty op zijn tweede screen. Nog nooit zoveel gegamed sinds COVID-19. Maar de scholen bleven dicht en toen viel alles tegen. Bleef wat klieren met zijn zusje tot ze ruzie kregen. Hij mist nu het gekloot met zijn vrienden in de klas. En thuis valt het niet mee, wou dat het over was. Want met zijn ouders aan het werk in hetzelfde huis sluit hij zich bovenaf voor minder ruzie thuis. En met zijn headset op speelt hij weer een nieuwe game. En hoewel hij lol heeft, voelt het ook alleen, hij baalt van school. En met zijn
cijfers gaat het slecht. Weet ook niet waar hij het nog voor doet. Toetsen trekt hij toch niet recht. Een jaar voorbij, zoveel online les. Voor het eerst wacht hij op een fysieke lerares. Is dit het nou? Cijfers van COVID dalen wel. Maar volgens mij kijken we veel te veel naar cijfers van fysiek herstel. Ik weet het, het is voor iedereen nu hopeloos. Maar is er weinig aandacht voor de jeugd en dat maakt me boos. Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Wie let op mij? Wie maakt het uit? Wie luistert nog naar mijn geluid? Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Het voelt in alles zo alleen, zo alleen. En nu sluit ze haar ogen, bepaalt wat ze ziet. Een festival is waar ze zo van geniet. En hij vraagt niet veel, maar met vrienden bij elkaar. Dus sluit hij zijn ogen, want dan is hij daar. Dan is hij daar, daar. Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Wie let op mij? Wie maakt het uit? Wie luistert nog naar mijn geluid? Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Het voelt in alles zo alleen, zo alleen. Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Wie let op mij? Wie maakt het uit? Wie luistert nog naar mijn geluid? Wat doen we nu? Waar gaan we heen? Wat doen we straks en zo meteen? Het voelt in alles zo alleen, zo alleen. Wat doen we nu? 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 Wauw! Ja, ja. Dat was wel echt lekker hoor. Ja, ja. Wauw, wat mooi. Ja, er is hier groot applaus van alle uitlopers die langslopen. Ja, sorry voor de eerste 5 seconden. Ik draaide op een gegeven moment. Ik zie precies van waar ik sta het lampje van jouw microfoon niet. Dus het rode lampje van dat jouw microfoon aanstaat. Ja. Dat zie ik hier vandaan niet. En ik zag die van Michiel wel. Dus ik dacht even, shit, ik heb Michiels microfoon aanstaan en die jouwe niet. Ging helemaal goed. En dat, dat was afleiden. Even de... Je liet je totaal niet afleiden. Echt onverschrokken. Gewoon ik ben ook heel blij dat ik hier stiekem mijn blaadje gewoon heb. Dat scheelt zo. Ik ken hem echt gewoon van buiten. Maar dat is toch... Ja, ja, natuurlijk. Heb ik het toch verklapt nu? Dat ik, ja, heb je toch verklapt. Je zei nog voor de show van, dat zien ze niet, toch? Nee, ik zei, nee, inderdaad. Maar je hebt het verklapt. Maar ik vond het hartstikke gaaf. Ja. Thanks. Het klonk echt heel leuk. En echt wel een gaaf nummer ook. En jij zei heel serieus. En wat, nou, het is misschien ook wel het serieuze, maar het zit een hele lekkere flow in. Ja. Ja. Dus ik ben eigenlijk heel erg positief verrast, Michiel. Ik ben er niet depressief uitgekomen. Nou ja, dat is ook het mooie toch daaraan. Nee. Dat je dat wel nog in dat nummer goed inderdaad weet te verwoorden. Ja, dat is ook het doel. Ja, ja. Ja, want krijg je hier dan veel respons? Of kan je dit lied ook online vinden van jou? Absoluut. Je kunt het gewoon vinden onder Wat doen we nu? En mijn artiestennaam is dan Daiz, dus D-A-I-S-Z. En ik heb ook, ik heb dan niet gewerkt met pluggers. Pluggers zijn dan echt mensen die je weer connecten aan de radio, zeg maar. Ja. En zonder plugger kom je eigenlijk heel moeilijk op de radio. Ik ben gelukkig wel een keer gedraaid op 100% NL. Dat is heel erg tof. Oh, dat en nu leuk. Hier in de uitradio. En nu hier en wat lokale dingen in rondom Groningen. Dus dat is al heel erg tof. Ja. Maar ja, goed, wie weet dat ik nog een keer een hitje mag schrijven voor Q-Music of zo. Ja, dat zou gaaf zijn natuurlijk. Want is het dan nu, jij moet eigenlijk je imperium op TikTok eigenlijk uitbreiden? Ja. Dat is denk ik nu het korte termijn doel, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik vind het superleuk om te werken bij het ziekenhuis. Maar ik kan niet wachten tot ik gewoon 100% in mijn eigen bedrijf kan steken. Oh ja. En gewoon iedere dag iets kan schrijven om daar iets meer of veel meer mee te doen. Want dan gaat dat sowieso groeien. Ja. Ja. Dus we gaan nog veel van jou zien, Daisy. Nou, als het goed is wel. Ja. Top. Dat denk ik wel. En we hebben al het een en ander even genoemd waar we jou kunnen vinden. Maar nog één keer voor diegenen die nog net niet op tijd pen en papier bij elkaar konden rapen. Waar kunnen we jou vinden? Ja, ik ben dus Daisy Veenstra. Mijn artiestennaam is Daiz, D-A-I-S-Z. Daar vind je me op Spotify en op YouTube. En op TikTok en Instagram vind je me onder Daiz95. En dan Daiz met dubbel I-S-Z. Super gaaf. What? Dankjewel.